Rond 8:30 vanavond zien we Mounir Elhamdaoui. De wedstrijd met Ajax 2 zit erop. Hij ziet een oude bekende en natuurlijk willen we dan even weten hoe het met hem is. Heb je eventjes, Mounir? Heb je 1 seconde voor ons, Mounir? Volgens mij de pers even doorgegeven. Ja, we zijn gewoon benieuwd hoe je het vond, hoe het ging. Dames en heren, jongens en meisjes, hartelijk welkom hier in Alkmaar vanavond, Sinterklaasavond. Waar wij getuigen zullen zijn van de wedstrijd tussen Jong AZ en Jong Ajax. Lange tijd was hij geblesseerd en had hij weinig zin om te voetballen. En dan ben je er zo ineens weer op een veldje zonder ambiance. En met nummer 10 terug even in Alkmaar, Mounir Elhamdaoui. Mounir Elhamdaoui mag zijn kunsten vertonen in Jong Ajax. Op de bank onder andere teammanager Dick Schoenaker en assistenttrainer John Bosman. De twee zien een gretige Elhamdaoui die nog niet topfit is, maar die het voetballen zeker niet is verleerd. Je ziet toch dat hij aan de bal enorm sterk is. Veel dreiging, dribbelsterk. Maar je ziet ook dat hij een paar maanden niet gespeeld heeft. Een paar maanden, eigenlijk een half jaar denk ik. Dat hij toch wel wat ritme mist en nog even wat sterker moet worden. Het is sowieso moeilijk om in Jong Ajax te spelen, zeker voor hem. Maar hoe hij zich opstelt is op zich prima. Ik bedoel, hij werkt hard, hij is een echte prof. Ja, en hij wil door veel trainen wil hij weer sterk worden en laten zien wat hij kan. Elhamdaoui scoorde niet vanavond, hij speelde 63 minuten mee, daarna werd hij gewisseld. Hij had via de persvoorlichter al laten weten dat hij niet wilde praten met de media, maar na afloop gaf hij toch een korte reactie. Op een gegeven moment kreeg ik kramp nadat ik ook eruit ging, maar al met al ging het wel lekker. Nou, is het natuurlijk wel een enorm contrast, hè, met wat je gewend bent en dat je dan hier op zo'n veldje moet spelen. Hoe moeilijk is dat? Ja, nee, maar ja, dat weet je. En, het is op zich gewoon wel een wedstrijd. En, het is altijd lekker om wedstrijden te spelen. Dus ja, ik ben blij dat ik weer eindelijk minuten heb kunnen maken. Dus. Enig idee hoe dit verder gaat? Ja, ik weet het niet. Ik moet de volgende wedstrijd weer spelen. Dus maandag. Dus. Je bent bereid om de minuten te maken in Ajax 2? Ja, absoluut. Als je van je werkgever dat te horen krijgt, dat je in Ajax 2 moet spelen, dan doe je dat. Dus. Toch is het een gekke situatie, hè? Al die geblesseerde spelers bij Ajax 1. Je zou toch zeggen, Frank de Boer heeft jou heel erg nodig? Ja, maar dat is een verhaal wat we allemaal wel weten, toch? Ja. Dus. In de winterstop ben je weg? Ja, dat weet ik niet. Tot ziens, hè. Succes, man. Oh, die is het hier, hè.